Goedemorgen iedereen. Ik ga vandaag vloggen voor de eerste keer. Want ik heb vandaag optreden in de Kleine Comedie met Babette Labij Music Academy. Dus vandaag gaan jullie mijn dag zien en hoe dat allemaal gaat en wat ik allemaal ga doen en hoe het onderweg gaat en zo. En zoals je ziet ben ik nu net wakker. Dus ik zie er al best wel moe uit en zo. Maar ja, ik ga me zo meteen klaarmaken. En jullie mogen met me meekijken. Dus. Oké, ik ga beginnen met mijn gezicht wassen. En dan ga ik een masker ook doen, want ik zie er echt niet uit. Ja. Ik ga nu mijn gezicht wassen. Oh. Water is heet. Ik heb er echt heel veel zin in. Want ik ga iedereen weer zien. Ook had ik vorige maand zangles gehad. Maar dat maakt niet uit. En we gaan echt twee super leuke nummers doen. En natuurlijk ga ik dat ook filmen. Dan krijgen jullie ook te zien. Dat is echt super leuk. Ik denk dat ik meer van deze dingen moet gaan maken. Nou, mijn gezicht is gewassen en nu ga ik een masker doen. Jullie hoeven niet alles te zien. Ook al zou ik wel alles willen filmen, maar dan wordt het echt een heel lang filmpje. Oké, ik ben nu klaar met alles wat ik moest doen. Ik heb nu gewoon mijn gezicht gewassen, maskertje gedaan, moisturizer, alles gegeten, gedoucht, bla bla bla. Dus nu ga ik mijn make-up doen. En daarna ga ik me klaarmaken. En dan ga ik onderweg naar Amsterdam. Oké, ik ben nu metrostation. En hier zie je mijn outfit. Dresscode was denim. En hier zit. Hier zit mijn mama. Tuurlijk al. Dat is het hele punt van vloggen hoor. Ik wil niet denim. Jawel, het is leuk. Mama houdt niet van vloggen. En we gaan zo meteen de trein op, de trein in. En dan gaan we onderweg, zijn we onderweg. En ik heb echt super veel zin. Want dan zie iedereen weer en dan zie iedereen zingen. En er zitten echt super veel mensen. Daar zo. Kom, we gaan een foto maken? Ja. Dat kan ook. Yes. Ik ben echt blij met de jurk die ik heb uitgekozen. Want ik had eigenlijk iets anders. Ik wou eigenlijk een tuinbroekje. Maar die was uitverkocht. Dus dan moest je het maar hiermee doen. Ja. Oh. Dat valt. Dat maakt niet uit. Mijn wenkbrauw is een echt tof leek. En mijn highlighter ook dan. Ja. Oké, we zijn nu in Amsterdam en we gaan de trein pakken. Ik bedoel de tram. Dus dat betekent dat we er bijna zijn. En ik ben nog niet echt nerveus of zo om te zingen. Oh kijk, daar staat die mama. Mama, de tram staat daar. Oh ja. Oh, je ziet niks. Ik ben nog steeds met mijn mams. En mijn zusje. Ik heb er echt veel zin in. Ik word echt moe van lopen. Ik ben echt dom. Ik heb mijn hakken aangetrokken in plaats van mijn schoenen. Mijn platte schoenen. Dus ik heb best wel een beetje pijn. Maar dat maakt niet uit. Als je mooi moet zijn, dan moet je ook pijn lijden, toch? Dus ja. Thank you.
De ouders van mij. Mijn ouders zijn best wel goed. Oh. Hi, we zijn er. Waar is dat ding? Je ziet het nergens. Waar ben ik? Maar in ieder geval, oh sorry. We zijn bij de kleine komedie. En we gaan zo zingen. Is dat Casper? Ja. Oké. Okay. Ik ben met Cheyenne en met Jasmijn. Leuk, we gaan het. Natuurlijk voor jullie Purple Rain. Only one.
het is allemaal afgelopen en we hebben alles gezien. En nu zijn we onderweg naar huis. Dus ik ga nu mijn vlog stoppen. En misschien tot de volgende keer.